selectie van ADO kreeg deze week een basketbalkliniek van een wel heel bijzondere man. De enige Nederlander ooit die de NBA won, Francisco Elson. Hij heeft de ring. Volgens mij is dat de enige Nederlander die een ring heeft. Dus hij is echt een grootheid in Nederland. Het idee ontstond toen Michiel Kramer Elson ontmoette voor een televisiereportage. Ja, en de een zal misschien zeggen, vindt het helemaal niks en de ander vindt het misschien wel leuk. Maar ja, ik vind het al leuk dat hij tijd voor ons heeft gemaakt om dit te doen. Dus het is alleen maar leuk, denk ik. Ja, ze doen het hartstikke goed, man. Ik wist niet dat die gasten ook kunnen basketballen, maar ze kunnen dus voetballen en basketballen. Geweldig, man. Ja, NBA volg ik. Het is gewoon een leuke sport en ja, hier en daar soms tijd om het zelf te doen, dus dat is wel leuk. Want wanneer doe je het dan zelf? Bovenal na? Nou, vandaag een vrije dag als we een vrije dag hebben met vrienden. Dus dat is wel leuk. Nou, ik heb wel een aantal basketballers in mijn familie gehad. Ja. Ja. En daar heb je wat van opgestoken? Ja, mijn oom die was coach van het Nederlands damesteam. En ik had een paar neven die ook basketballen. Bij die het echt nog niet zo heel goed kunnen? Ja, de coaches. Ja, die zitten aan de kant, dus ze wilden eigenlijk meedoen, maar omdat ik had gezegd van weet je wat, verlies je, is er een sanctie. En ze willen dus niet rennen. Ja, jammer.